Interruptie van mevrouw Van der Plassen, BBB. Dank u wel. Ik hoorde de heer Klaver zeggen afschaffen van de bio-industrie. Nou is ongeveer 5% van, om en bij de 5% van de Nederlandse boeren en tuiners en telers is biologisch. En de rest is gangbaar. En dat is wat de heer Klaver bio-industrie noemt, is gangbare landbouw. 95% ongeveer. Dus wat de heer Klaver hier zegt is, we gaan 95% van alle veehouderij in Nederland gaan we afschaffen. En dan vraag ik me af, hoe ziet de heer Klaver dat voor zich? Want het betekent dat we tienduizenden bedrijven eigenlijk tot ongewenst en wettelijk niet meer aanwezig mogen zijn verklaren. Ja. Heer Klaver. Dat heb ik niet gezegd. Laat ik even teruggaan naar net voor de zomer. Toen hadden we toen was er nog een missionair kabinet. Toen hadden we hier een debat over het landbouwakkoord. En ik weet nog hoe wij beiden, hoe gefrustreerd we allebei waren over dat we iets wilden zorgen dat ecosysteemdiensten, een andere manier van belonen van boeren, dat we daar geen meerderheid voor konden krijgen. Want wij zijn het vaak oneens, u bent het vaak oneens met mevrouw Ouwehand. Maar dit is iets waar we van links tot rechts zeiden, dit moet je eigenlijk met elkaar doen. En wat wij voorstellen is een hele andere landbouw. Is ook dat als er andere diensten worden geleverd, bijvoorbeeld als het gaat over natuurbeheer, dat de overheid daar ook voor betaalt. En dat betekent dat er dus andere verdienmodellen bestaan en dat ik mag hopen dat die 5% een heel stuk omhoog gaat. Dat is wat wij willen. Ik weet niet over welk percentage we daar kunnen komen, maar één ding weet ik ook, dit is de mooie kant. De andere kant is dat ik er echt van overtuigd ben dat de industriële wijze waarop wij dieren houden in Nederland onhoudbaar is. Onhoudbaar vanwege klimaatrisico's, gezondheidsrisico's, maar ook vanwege het ruimtebeslag. Als je nu ziet hoeveel landbouwgrond we gebruiken om dieren te houden, en we zien wat voor impact dit heeft op de economische ontwikkeling, bijvoorbeeld van ASML in de Brainport-regio of de woningbouw in de rest van het land, daar maak ik me daar grote zorgen over. En dan wil ik dat we daarin veranderen. Mevrouw Van der Plas. De bio-industrie is gangbare veehouderij. En meestal wordt daarmee bedoeld varkenshouderij en pluimveehouderij. Die leggen juist heel weinig beslag op het landgebruik, want die hebben, of je dat nou leuk vindt of niet, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Als ze het niet leuk vinden, kopen ze gewoon iets anders. Maar die hebben juist eigenlijk een stal met veel dieren, gewoon binnen de wettelijke normen, maar sommige mensen vinden 100 varkens al veel, laat staan 1000. Die hebben juist heel weinig beslag op het grondgebruik. Dat is intensieve landbouw namelijk. Met zo weinig mogelijk grondgebruik en zo hoog mogelijke productie halen. Waardoor die grond, die je dus niet gebruikt, gebruikt kan worden voor natuur of voor woningen. Want die grond blijft vrij, die is dan niet van die boer. De grond waar de heer Klaver het over heeft, dat is grond, gras, weilanden, waar koeien op grazen. Intussen is dat hier door de discussie ook onder intensief geschaard, maar dat is gewoon extensieve landbouw. Dat zijn dieren die buiten lopen. We hebben dat nooit intensief genoemd, hè, sinds een paar jaar pas. Dus die bio-industrie, waar de heer Klaver over praat, is niet... Daar zegt hij nu wat anders over. Want eigenlijk zegt de heer Klaver, de bio-industrie afschaffen betekent dat dan dat we dat daarmee gaan stoppen en dan en op een andere manier gaan boeren? Of is het zo dat we gaan werken, als de heer Klaver dat graag wil, dat hij dan graag wil werken aan een ander consumptiepatroon bijvoorbeeld? Ja. Gaat hij dan Europa daarbij betrekken? Hè? Want wij kunnen hier geen gangbare carbonades meer in de winkel willen leggen. Gaan dat vragen. Maar in België kunnen ze dat nog wel. In Duitsland kunnen ze dat nog wel. In Duitsland mag de veehouderij wel bestaan. Dus dat was mijn vraag van... Hoe ziet de heer Klaver dat dan? Want het is een leuke one-liner hoor. Afschaffen van de bio-industrie. Ja, yeah, ja, yeah, we gaan allemaal GroenLinks stemmen. Nou, dat willen wij ook. Ja. Hoe gaat dat dan? Of u de vraag snapt. Wat... Geen idee, maar ik ga antwoord geven. Oké. Okay. Ja. Voorzitter. Even heel concreet. Nee, ja. Ik denk dat het goed komt. Ik ga antwoord. Ja? Maar nu zie je dat hier gewoon een hele stuk kennis ontbreekt. Want iedereen die hier uit de landbouw en veehouderij komt, snapt mijn vraag. Die snapt mijn vraag. En nee, maar er wordt hier, voorzitter, er wordt hier plomp verloren gezegd, we gaan de bio-industrie afschaffen. We praten hier over duizenden boerenbedrijven. Ja. Meneer Klaver... Ik wil die zin wel even afmaken, want er wordt nu een soort van, ja, we snappen niet wat Van der Plassen om het zeggen is. Nou, dan zal ik u vertellen. 95% van de veehouderijbedrijven is gangbaar. En hier wordt plomp verloren gezegd, die gaan we afschaffen. En dat betekent dat je daar over duizenden boerenbedrijven hebt die hier gewoon aan de hoogste wet en regelgeving voldoet, die gewoon produceren voor een markt. Ja. Omdat mensen dit vlees nou eenmaal kopen. Ik geef nu het woord aan de heer Klaver. En dat is mijn vraag. Hoe ziet de heer Klaver dat voor zich om die duizenden veehouderijen, ja, er is allemaal onrust in de zaal, maar onrust, snap ik wel.
is ook ingewikkelde materie. Gewoon duizenden bedrijven gewoon te zeggen van, we willen jou niet meer. Want dat wordt hier gezegd. Ja. Wij willen jou niet meer. Voorzitter, dit is inderdaad vrij helder. Dit is namelijk ook de eerste vraag. Dit is de eerste vraag die mij ook werd gesteld. Ik geloof dat ik de antwoord op heb gegeven. Maar laat ik ingaan op een van de elementen die er werd genoemd. Het ging namelijk alleen maar over het landgebruik. En ik noemde eigenlijk meerdere zaken waarom ik vind dat de bio-industrie, de veeteelt zoals we die in Nederland kennen, dat dat onhoudbaar is. En landgebruik was er daar één van. Het gaat namelijk niet alleen over het landgebruik hier. Het gaat ook over het landgebruik wereldwijd. Over alle voedingsstoffen die er nodig zijn. De soja die wordt geproduceerd om deze dieren te voeden. En die komen misschien niet allemaal hier uit Nederland, maar die komen uit de Amazone. En de impact daarvan op de wereld is enorm groot. Daarnaast noemde ik nog twee aspecten. We kunnen wel zeggen, heel veel varkens in één stal gebruikt niet zo heel veel land, maar is wel heel slecht voor de gezondheid. Als je ziet wat er gebeurt met de luchtwegen van mensen die in de Peel wonen, hoeveel slechter die zijn dan op andere plaatsen in het land, dan maak ik mij daar zorgen over. Dus gezondheid heb ik genoemd, klimaat en landgebruik. En dat brengt mij ertoe dat ik vind dat we naar een kleinere veestapel toe moeten in Nederland. En deze elementen probeer ik nu bij elkaar te noemen. En ik probeer het expres iets ruimer te formuleren dan alleen te zeggen, er is een probleem met stikstof, dus minder dieren. Het probleem is veel groter en meer omvattend. En dan tot slot, en dat is wat ik ook hoop dat mevrouw Van der Plas heeft gehoord. Ik heb aangegeven dat ik vind dat er een transitie moet zijn in de landbouw. Dat we naar een andere manier van produceren gaan. Dat boeren met minder dieren toe kunnen. Dat als zij natuurinclusief landbouwen, dat ze daar een eerlijke prijs voor krijgen. En dat is nu niet het geval. En daarmee hoop ik dat we in Nederland meer boeren krijgen die een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen. Dat zal er heel anders uitzien dan de agrarische sector die mevrouw Van der Plas voor zich ziet. Maar dat heb ik gezegd. Tot slot mevrouw Van der Plas. Ja, kijk, de heer Klaver die slaat gewoon echt dingen plat. Van ja, de... Wilt u meekomen discussiëren? Mag. Ja, ik weet niet, nodig ze niet uit, hoor, want ze doen het. Ja. Ja. Mevrouw Van der Plas is aan het woord. En het is niet leuk om elkaar ook uit te lachen. Dus ja, van der Plas. Mag prima. Ik interesseer me echt helemaal geen biet. Ik nodig ze alleen maar even uit om mee te... Ja, als ze iets willen zeggen, dan komen ze gewoon hier. Uw vraag maar, wat mij betreft. Uw vraag aan... Ik kan ook weggaan. Heer Klaver. Nee, meneer Klaver slaat het gewoon plat. Want, kijk, de BBB zegt niet, we moeten meer stallen hebben, we moeten meer vee hebben, volbak produceren. Wat ik zeg is dat er een bestaansrecht is, er is een markt. Hè, er is een markt voor gewoon scharreleieren, er is een markt voor gangbare melk. We hebben het over de voedselprijzen. Dit zijn prijzen die nu al heel hoog zijn, maar die mensen nog een beetje kunnen betalen. En dan zeggen van, ja, in de Peel, hè, die intensieve veehouderij is slecht voor de gezondheid. De gezondheid, de luchtkwaliteit heeft meerdere factoren. Zeker. Dat heeft ook met snelwegen te maken, heeft ook met industrie te maken. Zeker. Dat heeft met alle soorten uitstoot te maken. Dus om dat dan helemaal weer op het bordje van de varkenshouderij of pluimveehouderij te leggen, van ja, dat is ook heel slecht voor de gezondheid. Varkenshouderij heeft sinds in de afgelopen 30 jaar 82% ammoniak gereduceerd, 40% fijnstof gereduceerd. 60-70% antibiotica gereduceerd. Dus daarom blijft mijn vraag overeind. Van, kijk, ik snap de achtergrond wel hoor. Ik snap ook de achtergrond van we moeten meer naar kringlooplandbouw en natuur inclusief. Hè. Althans, dat is wat GroenLinks heel graag ziet. Maar ik vind het gewoon oneerlijk om hier gewoon zo plat te zijn. We moeten af van de bio-industrie en het is slecht voor de gezondheid. En daar moeten we dus ook van af. Hè. We moeten die discussie dus breed voeren. Boeren moeten een toekomst hebben. Die moeten de mogelijkheid krijgen om door te blijven boeren. En we moeten de consument erin meenemen. En dat is, put your money where your mouth is. Als u iets vindt dat het moet gebeuren, betaal daar dan ook voor. En dat kunnen heel veel mensen tegenwoordig niet. De heer Klaver. Weet je wat raar is? Dat ik het eigenlijk met heel veel dingen eens ben. Die mevrouw Van der Plas. Dus mevrouw Van der Plas reageert een beetje boos op mij. Maar ik ben het met heel veel zaken eens. En dat is ook het interessante als ik mensen moet uitleggen, hoe is het nou met mevrouw Van der Plas eigenlijk samen te werken in het parlement en hoe gaat het nou? Zeg ik, nou, dat is heel raar, maar over een aantal zaken zijn we het best wel eens. Ik vind dat zij namelijk terecht een punt maakt dat als we doen dat het stikstofprobleem alleen voortkomt uit de veeteelt in Nederland, dat dat niet waar is. En hetzelfde geldt voor gezondheidsschade en voor klimaatschade. Er zijn veel meer sectoren die daaraan bijdragen. Daar ben ik volledig met u eens. Het is niet voor niks dat wij samen optrekken en zeggen, nou, vliegveld Lelystad moet je volgens mij niet openen. En als we nog meer snelwegen willen verbreden in de buurt van natuurgebieden of de A27 bij Amelisweert, volgens mij moet je dat niet doen. Dat is precies waar we daar samen in optrekken. En als het gaat over eerlijke prijzen betalen voor producten, daar ben ik heel erg voor. Maar één ding moeten we voor waken.
De prijzen in de supermarkten zijn superhoog. Maar dat is niet... Dat komt niet doordat de boeren een te hoge prijs leveren. Dat komt door de verdraaide tussenhandel. Dus laten we niet doen alsof er een verband is tussen de prijs die boeren krijgen en wat wij in de supermarkt betalen. Was het maar zo'n feest. Was het maar zo'n feest dat we veel betaalden in de supermarkt voor onze boodschappen en dat boeren dan een eerlijke prijs voor hun producten kregen. Dat krijgen ze niet. Dat is het grote probleem. Dat wil ik graag samen met u oplossen. Maar wat mij betreft, en daar zit het verschil, wel met een veel kleinere veestapel. Heerlijk.